je kijkt naar deze twee weken weekvlieg. Dan kan je zien hoe ster jarig is. En een luchtballon, hè? En een luchtballon. Ja, dus veel kijkplezier en geef alvast een duimpje omhoog. Ja, praat er maar. Ik ga op Robby, dus Robby douchen. Mag ik gaan we op buitenrit. Wel lekker hoor. We stappen eraf en gaan weer. Woehoe! Hallo Robby, ga je braaf zijn? Oude lievelingssportie van me. Ja? Nou, succes. Rustig aan, goed blijven zitten. En succes. Kijk, we hebben Tatum Pie. Tatum die ziet eruit alsof ze naar het strand gaat. En ik zit op de grootste draak van de wereld. Ja. Zo. En check even haar creatie. Als je een beetje mislukt, moet eigenlijk zo staan. Ah, hij moet eigenlijk rechtop staan. Mooi. Is heel mooi. Rechtig. Nee. Ik ben ook, daarom ren ik ook niet mee. Nee, dat is beter, hè? Nee. We laten mama aan de bak. Oh, precies. Oh, Robby wil naar het buitenland. Hé, we gaan nog een rondje, lieverd. Sorry. Beautiful. Hé, hey, lieve luid. Zo. Gaan we lekker, hè? Ja. Het is zondag. En samen met Rick ben ik even Verona en ons sterretje aan het uitlaten. Nu ze gezamenlijk in de loppermand zitten, kunnen ze ook gezamenlijk wandelen. En Rick die is met examens bezig, dus die heeft ook een beetje zen-tijd nodig. Dat is toch maar toe maar hen, dat is geen zen-tijd. Juist. En dan... En ja, Verona, kom maar. Joehoe. Goed zo, braaf. Kom maar. Goed zo. Dat is toch fijn, hè, komen de meisjes gewoon. Kom maar. Even doorlopen nog. Joehoe. Goed zo, kom maar. Goed zo, braaf. Brave paardjes. Goed zo, kom maar. Goed, thuis heb ik potjes staan en daarin staat, hoe heet dat spul? Ik kan beter me omdraaien, dan zien jullie nog iets gezellig. Maar daarin zit lavendelolie en soda en tea tree olie tegen de muggen, vliegen en andere beesten. En toen dacht ik stop het in water. Dus soda slaan we over. En dan ga ik het op de paarden spuiten en dan ga ik kijken of het tegen vliegen helpt. Want Verona heeft vrij veel last van de vliegen. Hier in de stal niet, want daar wordt er allemaal keurig voor gezorgd. Maar op het weiland is het niet cool. En we gaan nu de paddock in, dus ik ga het erop spuiten. Zo, spuiten. Het is water, ja. Dan ga ik even kijken. Ja, ik vind dat wel gek. Ja, ik spuit het gewoon op je zo. Tadaa! Dan ga ik even kijken of je vliegvrij blijft. Zo. Nou, ze vindt het niet zo cool als ik het doe, maar goed. We gaan het toch proberen. Ster heb ik ook niet gespoten, dus vond het eerst een beetje gek, maar uiteindelijk vond ze het wel oké. Okay. Ik zie op dit moment in ieder geval nog geen vliegopter. Terwijl normaal gesproken er gelijk vliegen aankomen vliegen. Er zat wel ook een windje. Inmiddels staat Bella. Stonden ze vorig jaar, stonden Verona en Henja daarmee op de wei. Dus het is eventjes weer gezellig samen. Een praatje maken, denk ik, of zo. We staan in ieder geval gezellig bij elkaar. Nou, lekker buiten. Jumping is in volle gang. Tenminste, de jumping nog niet, maar de voorbereidingen voor jumping. Even kijken. Oh, mooi. De voorbereidingen voor jumping zijn in volle gang. De vlaggen wapperen. Bakken worden gemaakt. Er is een hoop te doen, maar ja, dat zien jullie allemaal in andere video's. Dus voor de weekvlog, laten we het hier even kijken. Dan komen we terug van jumping. En wat zien we daar? Een luchtballon liggen. Ja, dan moeten we wel even kijken hoor. Hoe gaaf is dat dan? Een mandje eronder. Nou, nah, is toch cool? Kom je nog eens wat tegen zomaar op weg naar huis? Ik het meestal. Goedemorgen. Wat bent u aan het doen? Ik ben Ster aan het eten geven. Vindt ze het lekker? Ja. Eet ze het wel op? Ja, kijk.
Oké. Nou, helemaal goed. Lekker hoor. Tijdens al het jumping geweld toch nog even gewoon tijd maken om vrouwtje te poetsen. Straks komt de dierenarts even om te kijken hoe het met haar gaat. Wat eerder dan eigenlijk de planning was, maar het kwam toevallig zo uit. Dus ik zeg, nou, dat is wel fijn. Morgen is het officieel 70 dagen, dus die ene dag zal niet heel veel uitmaken. Maar die komt er even nakijken straks. Kijk, we hebben hier verkeersregelaar Tessa. Die ligt even uit aan de paarden dat ze naar het land moeten. Zo. En dat doet ze heel goed. Tijd gaat opeens toch zomaar snel. Vandaag is de dierenarts geweest en ze is genezen verklaard. Dus we gaan beginnen met een rondje draf. Verona, we gaan wat doen, namelijk draf. Kom maar. Ja, stap, kom. Het zo braaf. We gaan beginnen met even stappen. Dan komen we zo terug met draf. En jawel. Daar is de draf. Kom. Ja, ga maar door. Draf, kom. Ja, dan moet je weer wat doen, meisje. Hey. Kom maar. Draf. Volgens mij krijgen ze nu, ja precies, last van alles in haar neus. Nou, dat is minder. Kom maar. Draf. Kom. Hop, hop. Ja, dat zal even wennen zijn. Kom maar. Nou, dat is al heel wat. Ik ga even op haar concentreren. Hé, hey, jij is er niet. Die samen met Kimmetje naar de carouselwedstrijden. Dus hebben we ervoor gekozen om eventjes met Fitz op het land te zetten. Want Sterren mag nog niet op het land. Dus, en Verona die vindt het natuurlijk wel weer stom om alleen te staan. En buiten dat zijn de eigenaren van Fitz ook naar de carouselwedstrijden. Dus dan staat hij even lekker buiten. Nou, lekker hoor. Het is vandaag zondag, laatste dag van jumping. Zo, een tijdje niet gefilmd. Het is vandaag al donderdag en dat heeft daarmee te maken dat er wordt getoeterd en gezwaaid. Dus ik zwaai even terug. Ik kan niet eens zien. Oh, Ferenc. Kijk, draai je om. Even kijken, dat kan ik. Kijk, en daar is Ferenc. Wat ga je doen? Ik ben mijn tanden aan het poetsen. Ja, dat is logisch. Dat wil ik altijd in de auto niet doorvertellen. Alles heb ik bij. Deootje, luchtje, want het is natuurlijk te warm. Moet er wel fris uit blijven zien. En Lot is er ook bij hier. Hi, Lotje. Maar die heeft nog een cool plekje. Zeg maar hallo. Alle kijkers, hart voor paarden. Werken, doei doei. Dat was dus Ferenc. Maar ik was dus aan het vertellen dat waarom ik niet gevlogd had. En dat komt omdat mijn telefoon was in het ziekenhuis. Hij deed heel raar. Hij tikte zelf, gooide mail weg en weet ik het wat hij allemaal aan het doen was. Dus die is nu gemaakt, hoop ik. En nu kan ik dus ook weer gewoon vloggen. En dan kan ik dat natuurlijk ook met de grote camera doen. Maar ik moet eerlijk zeggen, het zijn hele drukke dagen geweest met jumping. Dus ik vond het eigenlijk ook stiekem wel even fijn om telefoonloos te zijn. Terug in 1980. Bijzondere ervaring. Ik heb het prima overleefd. Je moet veel meer lopen, dat dan weer wel. Maar aan de andere kant heb je ook veel meer rust. Nou, ik ga nu in ieder geval de paardjes eventjes binnenhalen. En die staan aan de andere kant. Ik heb vandaag komkommer voor ze. Ze krijgen niet elke dag wat als ik ze van de wei afhaal. De ene keer wel, de andere keer niet. Zodat ze wel af en toe beloond worden. En zeker als ze braaf zijn is dat wel fijn. Als ze echt heel braaf aankomen rennen, dan loop ik ook nog wel langs de auto en krijg ze een snoepje. Dus nu is het tijd om ze eraf te halen. En ja, Verona! Kom maar! Je braaf! Goed zo! Wat een brave paardjes hebben we toch. Verona komt altijd op het laatste moment. Normaal was dat altijd Henja, maar Henja komt nu heel snel. Kijk, het is ook wel fijn van de hekken. En nu kan ik de touwtjes gewoon ophangen. Dus mocht het gaan regenen, dan zijn ze niet zeiknat en in het dok, in de modder. Ik kan het nu van het hek afhalen. Hallo meisje! Nou, Verona die komt altijd op het laatste moment dan. Dan zeg ik ga en dan komt ze toch nog. Maar ja, komt altijd heel braaf aanlopen. Daar ben ik blij mee. Nou, Verona die snapt ook dat ze moet komen. Zo. Het is wel lastig en paardjes komkommertje gaan geven. Oh, dus jullie gaan een beetje scheef. Daar is ze al. Hi meisje. Vandaag hebben we komkommer. Lust je wel hè? Ja, je lust alles.
Vroon gaat zelfs eerst nog even wat drinken daar achterin. Maar daar komt ze hoor. Tuur teffies. Ja, kom maar hier. Ja, ik moet je ook nog even vastmaken natuurlijk, hè. Nee, je moet nou even wachten. Die andere is voor die grote. Zo. Kan je vertellen, paarden uit de wei halen, komkommer voeren en dat soort grappen allemaal tegelijk. Is niet eenvoudig. Ja. Dat komt de grote. Wachten. Ja, wachten. Braaf. Kijk, komt die grote. Op de gemakkie aangeschokt. En ja, wachten. Wachten. Rona is slim. Komt om me heen lopen. Ja, je moet wachten. Hier, meis. Goed zo. Nou, straks in de box krijgen ze ook nog. Maar lopen en filmen, dat gaat niet. Dus ik ga eventjes naar de box. Avond vierdaagse van mijn sluis. En wie is er als... Oh, voor nu... Ja. En wie zijn er als eerste binnen? Tess en Rick. We hebben net gehoord dat jullie... Binnen zijn. Nee, jullie moesten op de burgemeester wachten, heb ik gehoord. Oeps. Oeps. Hoe was het? Leuk. Ja, mooi. Alsjeblieft. Voor jou. En voor jou een plastic zak. Dankjewel. Kan ik nog meer pakketjes meenemen? Yay. Aan de gal en gal. Woehoe. Zwaar ook. Ik mag het ook thuis openmaken hoor. Is dat? Heb je gehad? Lekkere Belgische biertjes. Lekker hoor. Ja, goed. Thank you. Nou, dat was de, dat was de avond vandaag. Er is er een jarig. Hoera, hoera. Sterretje! Ze is 8 jaar geworden! Yeah. Nou, maar extra verwennen vandaag, hè? Nou, dit lust ze wel. Yeah. Een soort appelprutje worden gemaakt. Hé? Yeah. Lekkere drol. Ja. Dus vandaag is ze een oude Maddie geworden. Ze is 8. Nou hoor, Corona is nog ouder. Dat is waar. En hé, ja. Dat is ook waar. Nou, helemaal leuk. 14, 15 en 8. En onze Alice was nog jarig, een paar weken geleden. Die is 4. Zo, geworden. Ze heeft echt een hele, kijk dan, een hele schuim mond heeft ze. Lekker Ster, een prutje. He? Zo, Ster en Vroon even samen aan het poetsen. Tenminste, Tess is dan Ster aan het poetsen en ik was Vroon aan het poetsen. Ik ga er zo even longeren, zonder longeerlijn, gewoon op zichzelf. Dat ze even kan draven weer. En ja, volgens mij vindt Ster het wel even gezellig zo. Het vrouwtje. Nee? Gezellige saapjes. Het staat altijd natuurlijk een beetje weer heen, ja. En nu eigenlijk. Ja, leuk hoor. Nou, het is zover hoor. Ook Tess die loopt nu met twee paardjes. Ze heeft zowel Henja als Verona aan een lijntje. Alleen ik krijg natuurlijk gewoon Henja zo, hè. Mag ik een stukje proberen? Nee. Leuk dat je hebt gekeken naar deze tweede vlog. Geef een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dus doei!